Suriname is het meest beboste land ter wereld, zegt Winston Lakin, ambassadeur milieuaangelegenheden. Hij is trekker van de topklimaatconferentie. De conferentie is volgens Lakin bedoeld om de toegang tot financiële middelen te vergemakkelijken. Dit als compensatie van de geïndustrialiseerde landen voor het beschermen van de positie als meest beboste land. ATV-reporter Meredith Bruce brengt u het volgende verslag. Kijkers, we bevinden ons op dit moment bij de Royal Ballroom van Hotel Torarica, waar op dit moment gaande is de topklimaatconferentie. En Suriname verkeert in de gelukkige omstandigheid om daarvan de organisator te zijn. Het land is namelijk een van de 10 landen met een hoge bosbedekking. En het is zeer belangrijk, dat is ook aangegeven op een persconferentie de vorige week hierover, het is zeer belangrijk om deze status te behouden. En daarom juist het doel van deze topklimaatconferentie, waar verschillende landen en internationale organisaties aan meedoen, is om toegang te krijgen tot financiële middelen en ondersteuning van andere landen om onze bossen te helpen beschermen. Die dieselgeneratoren in het binnenland, die stoten gassen uit die schadelijk zijn voor het milieu. Misschien staatsolie, een beetje ABS. Dus we willen dat helpen wegwerken. Maar daarvoor in de plaats moet ik bijvoorbeeld renewable energy hebben. Moet wind of solar of kleine hydro dingen, whatever. Maar ik heb die financiële middelen niet. En ik vind niet dat ik dat moet gaan zoeken. Want jij hebt me in een positie gebracht waardoor ik nou in een bedreigde situatie kom. Omdat global warming plaatsvindt. Dat zijn zaken. Dus het gaat niet altijd om het geld. Alleen we vinden ook dat onze instituten versterkt moeten worden. Als er nou SBB is of CELOS of meteorologische dienst. Al die organen die beter equipped, die betere technologie, betere opleidingen, meer capaciteit moeten hebben. Daar is waar we naartoe gaan. Dus geld is één conditie. Maar er zijn hele belangrijke dingen, soms nog belangrijker dan geld, dat we dit zo moeten doen. Nou, we hebben in het voortraject al heel hard getrokken aan milieuwetgeving. We hebben zeker 3 initiatiefwetten sinds 2015 ingediend. Die gaan over waste management, bescherming van de kust, plastics, hoe je daarmee om moet gaan. Het parlement is begonnen met die wetten en de commissies hebben toen geadviseerd om te wachten op de milieuraamwet. Dus het parlement heeft al die tijd gewerkt en ook na de conferentie gaan we dus door. Alleen hebben we nu de gelukkige omstandigheden dat we nu al die wetten in het parlement hebben en dat kunnen we ze behandelen. DNA-voorzitter Jenny Simons over de rol van het parlement in het natraject van de klimaatconferentie. Voor de inheemsen is behoud van onze bossen zeer belangrijk, zegt Audrey Christiaan, voorzitter van het inheemse platform Eenheid en Solidariteit voor Alliantie en Vooruitgang, ESAF. Zij vraagt zich af op welke manier Suriname het gecompenseerde geld zal gebruiken. Hoe de compensatie gericht gaat worden, hoe is het beleid ten aanzien van de compensatie wanneer het zo ver komt. Wie zijn degenen die in aanmerking komen voor compensatie en wat gaat er verder gedaan worden. Wat is het beleid dat gevoerd gaat worden wanneer Suriname gecompenseerd gaat worden. Hoe gaan bijvoorbeeld de beschermers van de bossen gecompenseerd worden en hoe gaan er middelen vrijkomen zodat dezezelfde groep toch wel financieel wordt bijgestaan. Het zou banen moeten creëren voor deze mensen. Ik geef een kort voorbeeld. Rangers bijvoorbeeld, die ingezet moeten worden in de verschillende areas om ervoor te zorgen en te kijken van dat er goed met het bos wordt omgegaan en deze mensen ook een andere status te geven. Tot zover een verslag van Meredith Bruce over de klimaatconferentie die vandaag is begonnen. De bijeenkomst wordt gehouden in de ballroom van Hotel Torarica en duurt tot en met vrijdag. Verschillende landen en internationale organisaties participeren aan de conferentie.